Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, jeugdcriminaliteit. Davis Buiten krijgt aandacht van presidentiële werkgroep en toerisme maand succesvol afgesloten. De presidentiële werkgroep Wijken in Ontwikkeling organiseerde 6 vakantieschoolactiviteiten voor de kinderen van Davis Buiten, ook wel Texas genoemd. De middagen stonden in het teken van plezier en bewustwording. De jeugdpolitie gaf voorlichting over de gevaren van drugs, wapens, seksueel misbruik en vechtpartijen. Het initiatief kwam tot stand dankzij het buurtnetwerk en de inzet van vrijwilliger Jeet Madhu. We hebben net de laatste middag gehad van een reeks middagen van 6, een vakantieschoolactiviteit met leuke dingen, maar ook educatieve dingen. En we hebben net de politie gehad, de jeugdpolitie, omdat we ons ontzettend veel zorgen maken over de criminaliteit onder de jeugd. We zien dat het extreme vormen aanneemt en we moeten iets doen. En dat is een van onze taken. Als presidentiële werkgroep Wijken in Ontwikkeling. We zijn in wijken bezig waar er veel problemen zijn. En dit is er één van. Texas is er één van. Dit is het initiatief van het buurtnetwerk dat we hier hebben opgezet. Samen met meneer Jeet Madhu. Hij is hier vrijwillig al 2 jaar bezig als gemeenschapswerker. En we hebben elkaar dus gevonden in onze zorg. Voor de jongeren met name, waar het heel slecht hier gaat. Dus onze aandacht is heel erg gevestigd op jongeren. Vandaag heb ik me lekker gevoeld toen de politie is aangekomen en de uitleg met de kinderen. Je hebt zelf gezien hoeveel attributen ze op school brengen. Ik ben geschrokken. Dat is 1. Ik ben hier gemeenschapswerk. Ik ben al 2 jaar bezig en een paar keren live geweest op Davis Buiten in de Volksmond, Texas. En zo ben ik in contact gekomen met Wijken Ontwikkeling. September is al een jaar dat we in contact zijn. En we hebben een link en zo werken we voor de omgeving. Omdat Davis Buiten hier, kijkt u het school, alles is, hoe moet ik zeggen, verwaarloosd. En het jeugd, u hebt het zelf gezien, ze hebben geen een toekomstige begeleiding. Als we niet op zijn gestaan, zou deze kinderen vandaag in een moeilijke situatie morgen komen. En dat gaat het land veel kosten. Daarom, met mevrouw Wijngaarden, ze werkt die hard. Zo hebben we de 2 gemeentes bij elkaar kunnen bereiken. Omdat de gemeentes moeten dan die normen en waarden naar voren brengen. Omdat vele mensen lid zijn van de beide gemeenten. En het probleem is zo groot. Dat we moeten bidden en God vragen hoe we verder moeten gaan. De toerisme maand is succesvol afgesloten met diverse activiteiten die de toerisme sector in Suriname versterken. Het evenement begon eind augustus in Kommerwijnen en vond plaats in 6 districten. Waarbij de Surinaamse cultuur, natuur en tradities centraal stonden. Minister Uraikit Ramsaran van Transport, Communicatie en Toerisme opende het toerismefestival op 27 september bij Roelis Event Center. Tijdens de rondleiding benadrukte hij het belang van het promoten van de lokale cultuur en de diversiteit van Suriname. Hij riep de bevolking op
trots te zijn op hun erfgoed en de toeristische waarden van het land te promoten. Klederdrachten, haardrachten. Oh, wat ben ik blij. En dat we zo rijk zijn en zo vredig met elkaar samen zijn. Dat prikkelt mij. U bent lekker eten komen zoeken? Eten was bij de anderen. Daar hebben we vanuit Cuba geproefd en vanuit Venezuela. En ik ben blij dat ze het toevoegen aan onze cuisine. Want dat zal ervoor zorgen dat ook aantrekken. En Tamarinda is ook natuurlijk bekend ervoor. Dus laten we ervoor zorgen dat we elkaar tenminste alvast ondersteunen met onze cuisine. Want daar begint het. We hebben heel wat enthousiaste ondernemers, van klein tot groot. En natuurlijk, dat is ook wat wij beogen. Dat we niemand er buiten laten. En we vragen ook aan ieder dat als u interesse heeft in de toekomst, dat we richting 2025 kijken. Dat jullie allemaal even hard meedoen. Het is van ons. Laat dit ook een activiteit zijn, een project zijn, een product zijn van Suriname. En dit is een prachtig moment dat we een soort van toerismebeurs dan hier kunnen organiseren met z'n allen. En ik bedank ook natuurlijk alle participanten bijzonder. SLM is er ook op de toerismebeurs. Natuurlijk zijn we een deel van het toerisme gebeuren in Suriname. En we zijn daar hier om te ondersteunen natuurlijk. Op welke manier ondersteunt SLM? Nou, de SLM natuurlijk, die is er. Met hun boot natuurlijk staan we hier. Dat is één, om informatie te kunnen verschaffen. Maar ook om ervoor te zorgen dat wij helpen om mensen te interesseren om te komen naar Suriname toe, te reizen naar Suriname. En natuurlijk dat ook te doen met de SLM. We vliegen al naar Guyana in samenwerking met Trans-Guyana Airways. Hebben we al dagelijkse vluchten vanuit Zorg en Hoop. Maar vanaf november gaan we dus van de nieuwe airport, dat is EAG Airport aan de Quataweg, zullen we dan onze vluchten opstarten naar Guyana. Of vervolgen, laat me het zo zeggen. En in december willen we dan opstarten naar Frans-Guyana. Nou, we hebben geen speciale acties. Wat we wel hebben, waar we nu echt trots op zijn, is dat je online kan boeken. Dat is eigenlijk pas gelaunched. En je kan dus gewoon op internet gaan, je boekt je ticket online en om naar Guyana te reizen. En binnenkort naar Frans-Guyana. En dat is iets dat we nu wel willen promoten, omdat het... het is niet de nieuwste technologie, maar het maakt het wel allemaal makkelijker nu om te reizen. Ja, wij komen eigenlijk uit Nederland. We hebben een magazine met Surinaams Caribisch nieuws in Nederland. Dat doen we al nu ongeveer bijna 20 jaar. En we dachten van, we gaan ook hier op de toerismebeurs staan in Suriname, omdat wij schrijven ook heel veel over Suriname, over de geschiedenis. Maar ook over de onafhankelijkheid, want we geven ook onafhankelijkheid edities uit. En ook toerisme. We hebben laatst een toerismeblad gemaakt. Want jullie waren in januari ook bij ons in Nederland op de toerismebeurs. En daar stonden we ook met ons blad. En we willen Suriname natuurlijk supporten, dat er zoveel mogelijk toeristen hier naartoe komen. En Nederlanders zijn heel erg geïnteresseerd in Suriname, omdat hun geschiedenis natuurlijk hier ligt. Dus wij kregen heel veel vragen van, kan je ons daar naartoe brengen? Hoe zit dat dan? Weet je wel? Want de Nederlanders wisten er ook niet zo heel veel van. Maar als ze ons blad lezen, dan vinden ze heel veel informatie over de geschiedenis van Suriname. Over de Zeeuwen, maar ook over de Herrenhutters en de Goslar natuurlijk, waar we ook over schrijven. Dus ja, heel erg gevarieerd nieuws, maar ook over de geschiedenis van Suriname. I'm Graham Clark. I'm the director for the Caribbean for the Barbados Tourism Marketing Inc. Welkom in Suriname. Thank you. It's great to be here.
What are you promoting today? Well, we are promoting Destination Barbados. You know, we have a partner, Suriname Airways, who have recently done an inaugural flight from Suriname to Guyana and then on to Barbados. And we are just here promoting Barbados, letting people know it's a great place to come and visit and enjoy. Lots of people don't know about Barbados. Can you tell us more about your island? Barbados is beautiful. Three words I use, it's iconic, it's immersive, meaning you can get into an experience that is so powerful, something for everybody. And it is also integrated. When you come, you feel part of Barbados. Ons heel goed uit, want het morgen vieren wij ons 35-jarig bestaan. En in dat kader komt dat goed uit. En ik hoor de president net, dat gaat ook gepaard, toerisme gaat ook gepaard met liefde, vrede. Ja. Ik heb toen de organisatie mij vroeg van, nou, hoe denkt u er tegenaan? En ik zag mijn agenda vrij, heb ik gelijk ja gezegd. Waarom eigenlijk? Omdat wij, het is eigenlijk moet dat een van onze pilaren zijn. Toerisme moet een van onze pilaren zijn. Omdat we hebben in het verleden hebben we bauxiet gehad. Nu hebben we goud, hout en aardolie. Die gaan een keertje allemaal opraken. En dan gaan wij terug moeten vallen. Basic is landbouw en dan is de toerisme natuurlijk. Hè. En dat moeten we highlighten. De rest komt en gaat, maar toerisme gaat blijven. Ook in Nikeri werden op zaterdag 28 september diverse activiteiten georganiseerd, waaronder lokale evenementen die de unieke kenmerken van het reisdistrict in de kijker zetten. De communicatiedienst Suriname legde het volgende voor u vast. We zijn gestart met Toerisme Maand. Vorig jaar hebben we Toerisme Festival gedaan in Toerisme Maand. En we hebben besloten dit jaar om Toerisme Maand alle districten een beetje te betrekken. Het is ons gelukt om in ieder geval 7 districten mee te nemen in het traject. Waarbij we de opening, de kick-off gedaan hebben in Kommerwijnen. Dat was een heel leuke à la Condre Festival. Dat is leuk ontvangen. De bezoekers waren er. We hebben daarna gekozen voor Coroni en Saramaca. Om het west een beetje op te pakken. We zijn daarna geweest richting Wanica. Daar hebben we een Coffee Jompo Festival gehad. Dat is een street festival. En we zijn gegaan richting boven Suriname. Jou hebben gepakt. En gisteren, 27e, was eigenlijk Wereldtoerismedag. En dat hebben we gevierd in de vorm van een festival, een driedaags festival. En het is gisteren van start gegaan. En Nikeri sluit het andere gedeelte af van de districten. Dat is vandaag 28e. En Nikeri heeft dan een cultureel festival in combinatie met Nikfest. Wat gaat het inhouden? We hebben straks een kleine ceremoniegedeelte met de minister die langskomt en de DC. En we gaan natuurlijk wat culturele optredens hebben. En daarna in de avonturen is de samenwerking met Nikfest gewoon een beetje genieten van een leuk muziekfestival. Nikeri heeft een diversiteit aan culturen.
Het leuke ervan is om de mensen een beetje bij elkaar te trekken. Ons thema zegt het al voor dit jaar, is Tourism and Peace. En we proberen zoveel mogelijk de groepen bij elkaar te krijgen. Het is ons geluk om toch een paar mensen bij elkaar te krijgen. Want je begrijpt, we zitten eigenlijk goed, maar toch weer niet. Omdat de scholen weer beginnen volgende maand. En iedereen is natuurlijk in de back to school rush. En we hebben toch een paar mensen gekregen die met ons mee gaat lopen. Onder begeleiding van een leuke breastband. Ze komen straks deze kant op. Wat ik al zei, het idee is dus saamhorigheid. Bij elkaar zijn, een beetje genieten. Samen genieten van het mooiste dat Suriname te bieden heeft. Nou, het is niet zozeer een voorwaarde. Het is jouw land. Als je een bepaald idee hebt en je zegt van oké, ik wil graag meedoen. Zou ik zeggen, directoraat toerisme is er daarvoor. Ik heb begrepen dat het op zich een laag pitje was. Ik ben er niet zo lang bij. Maar ik merk nu dat bewustwording steeds groter wordt. Mensen posten meer foto's van hun eigen land in plaats van anders te kopiëren en foto's te maken. En mensen gaan nu meer op stap. Dat betekent dus dat we eigenlijk toch iets goeds hebben gedaan. Omdat mensen zelf het idee van toerist in eigen land een beetje te gaan promoten. Want alleen als je van je eigen land houdt, kan je in principe gaan vertellen aan andere mensen op een bepaalde manier. Zodat ze ook meegaan en meevoelen wat jij voelt. Kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.